Het is morgen gebeurd het met vanavond. Sint-Petersburg, de oude tsarenstad, is in de greep van de maffia, drugs, prostitutie en aids. Een schokkende reportage over de dreiging van een massale epidemie en de wanhoop van Ruslands verloren jeugd. Goedenavond. De val van het communisme zou een einde maken aan het troosteloze bestaan van de meeste Sovjet-burgers. Nu, bijna 10 jaar later, weten we wel beter. De zegeningen van de vrije markteconomie zijn maar voor een handjevol gelukkigen weggelegd. In plaats daarvan krijgt de voormalige Sovjet-Unie te maken met de plagen van de moderne tijd. Criminaliteit, drugs en de nieuwe vijand, AIDS. In Oekraïne en Rusland groeit het aantal patiënten zo alarmerend snel dat deze landen de hulp hebben ingeroepen van de speciale AIDS-afdeling van de Verenigde Naties. De oorzaken? Het enorme aantal jonge verslaafden en een totaal gebrek aan voorlichting in deze preutse maatschappijen. Verslaggever Erwin Otte reisde naar Sint-Petersburg, de culturele en politieke bakermat van Rusland, waar de dood meedogenloos toeslaat. Peter de Grote liet zijn stad in de 18e eeuw door de beste architecten van Europa op 44 moeraseilanden bouwen als venster op de wereld. De stenen stad van roem en ongeluk, zoals Tolstoj haar beschreef. De barokke en klassicistische paleizen herinneren aan de grandeur van de tsaren die eeuwenlang hun rijk vanuit Sint-Petersburg met straffe hand bestuurden. Begin 20e eeuw was de stad van Tchaikovsky aan de oevers van de Neva het toneel van Bloedige Zondag. En in 1917 werd Sint-Petersburg de wieg van de Russische revolutie, toen Lenin met zijn bolsjewieken de tsaren definitief van de troon stootte en het communisme werd geboren. Tot 1991 droeg de stad als erfenis zijn naam, Leningrad. Met 5,5 miljoen inwoners is Sint-Petersburg de meest Europese stad van Rusland. De hamer en sikkel zijn verdwenen, het kapitalisme kwam. Iedereen is hier nu te koop. Sint-Petersburg is omgedoopt tot het Chicago van de jaren 90 vanwege de bloedige macht van de Russische maffia. Een stervende stad, letterlijk. Want Sint-Petersburg telt maar liefst 100.000 drugsverslaafden. Volgens de politie zelfs het dubbele. De junks wonen in de vele zompige kelders van de stad of in de armetierige buitenwijken. 70% is jonger dan 18 jaar. Ze zijn vaak al op hun 12e verslaafd geraakt en bevinden zich in de onoverbrugbare kloof tussen het willen stoppen en het niet kunnen. Een generatie zonder enig toekomstperspectief. Ты просто делай то, что ты всегда делаешь. Вообще я сижу на игле с 90-го года. Занимаюсь проституцией. Во-первых, надо силу воли иметь, а во-вторых, если мне поможет кто-то, там, близкий человек, муж, там, ну, семья у меня появится, естественно, я прошу. Спасибо большое, что вы с тобой.
Wouter de Jong is medewerker van het Nederlandse Trimbos Instituut en Oost-Europa-consulent van het AIDS-programma van de Verenigde Naties. Hij bezoekt in Sint-Petersburg een internationaal congres over de Russische AIDS-crisis. Ik heb eens berekend dat, heel globaal gesteld, dat in Rusland ongeveer 10 keer zoveel gespoten wordt per 100.000 inwoners ten opzichte van de Nederlandse situatie. Dus het komt veel vaker voor. Inderdaad, wat je zegt, jonge leeftijd. Ik vind het ook wel, dat is ook schokkend. Want dat zijn toch vaak jongens en meisjes die nog in ontwikkeling zijn en nog van alles moeten leren in het leven. En toch min of meer vastzitten aan een druk. De jonge junks verdienen het geld voor de heroïne voornamelijk door zich te prostitueren. Bij een recente beroepskeuzetest op een middelbare school gaf een kwart van de meisjes aan prostituee te willen worden. Очень тяжело, но пока я тут недолго, я думаю, что надолго я здесь не задержусь. Вот. Буду выкарабкиваться. Ирина знает, что это значит, чтобы без героина сидеть. Тошнит, ломота, спины, кости ломит. Вот. И, соответственно, когда нету, ты вплоть до... Ну, люди сильные, они справляются с этим, а слабые, у них доходит дело до самоубийства. Они думают о том, что зачем мне это надо, если я сейчас этого найти не могу, они могут с собой все что угодно сделать. Я несчастлива. Это, в принципе, если бы не ребенок, то я бы здесь не стояла. 93% heeft hepatitis. Er heerst open TBC. In 1997 vielen er onder de drugsgebruikers 230 doden. Vorig jaar waren dat er al 600. In totaal zijn er al duizenden jonge junkies gestorven. De zieke verslaafden die al om medische hulp vragen, belanden hier in het Botkin Infectieziekenhuis. Een oude, bouwvallige kliniek in het hart van de stad, waar menig westerling zijn huisdier nog niet zou laten opnemen. De hepatitisafdeling peilt uit. De doodzieke patiënten zijn vaak niet ouder dan een jaar of 16. Ludmila Remenyuk is arts. Ze leidt ons met een haast beschaamde blik rond. Я нахожусь, что безусловно, из больницы с лучшими условиями в городе. Но Боткинская больница, она очень старая и, в принципе, это отделение, оно, ну, скажем, немного отличается от других. Вот. Ну, безусловно, то, что тут мы видим, то, что мы видим. Тут достаточно. Но мне кажется, что современная молодежь, она и, в общем-то, довольно-таки к этому относится спокойно вообще к гепатиту. То есть это все равно, что, ну, не знаю, все равно, что болезнь. Какими-то обычными совершенно заболеваниями. То есть недостаточно серьезно. Tot overmaat van ramp gaat het heroïne spuiten binnen het Botkin ziekenhuis gewoon door. De Russische maffia posteert zijn jonge, eveneens verslaafde dealers doodleuk bij de achteringang van de kliniek. Правда ли это, что наркотики нелегально переправляются в больницу? Да, легально они в больницу не попадают. Deze schrijnende situatie was voor Dmitri Ostrovsky, zelf jarenlang heroïnejunk, reden om het Vozhrachenie-project, dat staat voor terugkeer, op te starten. Het was heel veel jaar geleden. Ik gebruik al meer dan 20 jaar niet употребляю наркотики. En ik вынес лишь, я бы сказал,
страх за других людей, потому что у меня был не такой большой опыт, он часто прерывался больницами, потом я долго был в тюрьме, но тем не менее, столько лет прошло, тем не менее, до сих пор на своей психике, так сказать, вижу определенные разрушения, поэтому слишком хорошо понимаю, насколько это серьезное заболевание, насколько это недопустимый опыт для людей, и это как раз меня больше всего мотивирует для этой работы. Мы начали этот проект потому, что в процессе длительной работы с наркозависимыми мы увидели, что они приходят к врачам очень поздно, тогда им практически помочь невозможно. И поэтому мы решили начать программу, которая бы встречала этих людей раньше и пыталась их, так сказать, немножко притормозить их движение. Het VOS-Retschenië-project loopt nu al 2 jaar en is uniek in Rusland. Het speerpunt is het spuitenruilproject dat samen met het Franse Médecins du Monde en met financiële steun van de Europese Unie is opgezet. Omdat het delen van vuile naalden de voornaamste haard van ziekteverspreiding is, kunnen junks nu bij verschillende busjes in de stad hun gebruikte naalden omruilen voor steriele. In totaal zijn de busjes al ruim 80.000 keer bezocht, waarbij een kleine 200.000 schone naalden werden verstrekt. Maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat. Если в Петербурге ежедневно употребляют наркотики 70 тысяч человек, а к нам приходит 100 человек в день, понятно, что это решить эпидемиологические проблемы не может. In de busjes, die zelf ook verre van hygiënisch zijn, worden tevens bloedtesten afgenomen om te kijken of de verslaafden zijn besmet met hepatitis of aids, de nieuwe vijand van Sint-Petersburg. De ernst van de situatie dringt nog altijd niet door tot de tienerjunks. Ja, ik ben het просто, mag ik zeggen, как бы балуюсь, но я буду это бросать, пока это детство, ну, юношество такое. Hoop en wanhoop zijn in Sint-Petersburg vaak maar een straathoek van elkaar verwijderd. Junks worden hier als melaatsen behandeld. De overheid is daar debet aan. Sinds Jeltsin begin vorig jaar zelfs het drugsgebruik strafbaar stelde, zijn de verslaafden vogelvrij verklaard. Regelmatig vergrijpen politieagenten zich aan de vrouwelijke junks en worden gebruikers midden op straat gruwelijk mishandeld. Ook het terugkeerproject is verdoemd. De bus waarmee we de projecten zouden bezoeken, werd een dag voor onze aankomst door een bomaanslag getroffen. Voor de mensen van VOS-Retschenië is het duidelijk. Dit is het werk van de veiligheidsdienst FSB, de voormalige KGB. De afkikkliniek van het project bevindt zich dan ook ver buiten Sint-Petersburg. Uitsluitend te bereiken over een gammelbruggetje. Weggestopt in een weiland tussen de uitgestrekte bossen. Het water komt uit een put, er wordt gestookt op kolen. Het toilet is niet meer dan een vieze, stinkende latrine. Hier verblijven de lichamelijk afgekikte junks minimaal een half jaar. Dan moet het brandende verlangen naar de heroïne zijn gedoofd. Maar velen vervallen bij terugkeer in Sint-Petersburg weer in hun oude gewoonte. Op nog eens een uur rijden vinden we een andere bijzondere manier van hulpverlening. Hulp van boven. De hand van God. И от нея рождена троча, благослови, возрасти, освети, вразуми, у целомудри, дубом мудри. Некоты привел сие, показал сие ему свины сие, спи свет. Аминь. Dit is het domein van vader Sergei, een Russisch-orthodoxe priester.
is een kerk en de bijbehorende barakken zijn gebouwd door ex-verslaafden met wie hier samen in de bossen buiten Sint-Petersburg leeft. Ik wil niets met westerse cameraploegen te maken hebben, zegt hij aanvankelijk. Maar tijdens de lunch die we met hem en zijn wat hij noemt verloren zonen gebruiken, draait vader Sergej bij. Er leven hier zo'n 20 voormalige junks die de priester met hard werken en veel bidden weer het rechte pad heeft gewezen. Als we vader Sergej moeten geloven, dan is dit zo'n beetje het meest succesvolle afkikprogramma ter wereld. De priester duldt simpelweg geen afvalligen. Наркотики – это страсть, как и многие другие страсти. Как страсть, допустим, блуда, допустим, или сребролюбие, например. Вот. С той только разницей, что она наиболее сильно владеет человеком. Почему? Потому что человек, употребляя наркотики, он входит в сферы духовного мира. Лена is een van zijn volgelingen die van de heroïne op de Heer overging. Ну, естественно, если бы я не узнала Бога, то ничего бы не произошло. Это могу совершенно точно сказать, что, в общем-то, для каждого человека Господь всех разными путями приведет к себе. СПИД – это наказание за использование наркотика. Как вы думаете, это так или нет? Да, и за проституцию, и за многие другие грехи, связанные с нравственным разложением человечества. AIDS bevindt zich in Rusland nog volledig in de taboesfeer. In een handdruk of de wc-bril schuilt gevaar, denken de Russen. Condoomgebruik is voor de orthodoxe kerk ondenkbaar. Seksuele voorlichtingsfilms zijn verboden. We weten ook vanuit Nederland, in de westerse wereld, dat druggebruikers ook seks hebben. En ook op die manier weer anderen, niet-druggebruikers, kunnen infecteren met een HIV-virus. Dit is trouwens een patroon wat je momenteel in de Oekraïne goed ziet. Een epidemie die 3 jaar geleden begonnen is onder drugspuiters. En inmiddels min of meer wordt overgenomen door de heteroseksuele bevolking. Op het moment dat dat in Rusland gaat gebeuren, dan is er dus echt een heel groot probleem. Sint-Petersburg is een tijdbom. De stad staat aan de vooravond van een ware AIDS-explosie. Het is 11:55. Mikhail Narkevich is van het ministerie van Volksgezondheid en de Russische coördinator van het AIDS-programma. De situatie is более чем остра. 2,5 года назад инфекция пришла в среду потребителей наркотиков, а это совпадает с резким ростом количества потребителей наркотиков. За последние 10 лет в нашей стране потребителей увеличилось в 20 раз. И вот то, что происходит, в основном за счет потребителей наркотиков. Вот то, что выявлено в этом году, 90% это больные наркоманы. И судя по тому, как развивается эпидемия наркомании, ее прогноз строит неблагоприятный. Эпидемия ВИЧ только-только начинается в Петербурге, и она совершенно неумолимым образом захватит постепенно всех наркозависимых. И поэтому это как бы неумолимая ситуация, и когда это произойдет точно, сказать трудно, но в ближайшее время. De drug die hier veel HIV-slachtoffers maakt, is ганка, een opiumsoort. Ну, опасность, скажем, в основном в том, что приготавливается из ханки раствор ацетилированного опия, в котором может находиться вирус. We volgen Sergej, iemand die veel ганка gebruikt, naar zijn woning in een van de buitenwijken. Een zeer riskante onderneming, omdat hier alleen al het praten met een junk goed is voor een gevangenisstraf. Sergej heeft zojuist pure opium gescoord,
en gaat dat samen met zijn eveneens verslaafde vriendin Rusla shotten. Ze is woest over ons onaangekondigd bezoek. Да. А меня не надо снимать, ладно? Вот. Да. Меня не снимаете? Да, это получше, чем вчера. Надь, ну открой ты, помоги мне. Ты их обрезал? Да. Het bereiden van de opium is een bewerkelijk proces dat ruim een half uur in beslag neemt. Omdat hij dit keer pure opium heeft weten te bemachtigen, kookt Sergej de ganka niet eerst met bloed. А вы еще никого не видели, кто бы в пах мазывался? Руслан! Только никому и вообще не тренди. Dit waren Sergej en Rusla in betere tijden, toen ze nog niet aan de drugs waren verslaafd. In de vervuilde keuken wordt de opium met zwaar verontreinigd leidingwater gemengd en gekookt. Water waarvan je alleen al door het drinken buiktyfus kunt krijgen, wordt straks zijn aderen ingespoten. Не ругайся, ну что ты? Ну почему? Ну они же не понимают. Ну как ты не понимаешь? Все понимают, что это такое. Вы знаете, что такое, ёб твою мать? Не знаете. Серёжа. Сколько влезет, столько будет. Так, мне 6 и 4. Да. Здесь у меня была флегмона вот такая. Врачи еле спасли. Аккуратно, нулевая. Хорошо, я знаю, что нулевая. De eerste poging mislukt. Sergej's armen zijn door het jarenlang gebruik kapot gespoten. Я сюда тебя не поставлю. У вас нет спиртовых салфеток? Нет. Да, некуда. Нет, Сереж, тут у тебя ничего нет. Стой. Не, она плюнула. Води еще. Да нет. Оп. Ну, видишь, она плюет. Нет, не плюет. Попробуй. Только зафиксируй хорошо. Тихо, тихо. Тихо ты. Не дуешь, нет, нет, не дуешь. Не дую я. Тихо, тихо, ну что ты, потерпи. Сережа, ну потерпи, пожалуйста. Я не дую. Фу. Разламывает. Ну еще бы, конечно, разламывает. Но обрубиться я не обрублю. Ну, слава богу, хоть это.
Sergej is door de enorme dosis kanka geheel in een andere wereld. Pas als we vertrekken, schrikt hij op uit zijn roes. Je hebt hem zo gezien, je weet dat hij hepatitis heeft. Je ziet hoeveel opium hij gebruikt. Wat zijn nou zijn perspectieven? Zijn perspectieven is... zijn perspectief is op de eerste plaats krijgt hij een groter gezondheidsprobleem. Dat lijkt me duidelijk. Als het geen hepatitis is, dan is het wel HIV of AIDS. Die kans lijkt mij toch vrij groot. Ik denk dat zo'n jongen als Sergej loopt grote kans om uitgestoten te worden. Wordt niet meer geaccepteerd, zal geen werk meer krijgen. Zal mogelijk door zijn familie worden uitgestoten. Overleeft hij dit? Dat is moeilijk. In Rusland is dat dus heel moeilijk. In een land als Nederland heb je nog een kans om dat te overleven. Maar in Rusland niet. Als je uitgestoten bent en je hebt geen inkomen uit werk en je wordt niet gesteund door je familie. Dan betekent dat nogal eens in de praktijk dat je gewoon doodgaat. Dat komt er eigenlijk op neer. Ook Inga, 21 jaar, en Boris, nog geen 17, zullen het zo niet lang meer maken. En nog duizenden andere jonge mensen niet. De stad die eeuwenlang revoluties en belegeringen heeft doorstaan, kijkt nu de dood recht in de ogen. Sint-Petersburg is vergiftigd, maar zolang de maffia daaraan grif geld verdient, doet de Duma of haar neus bloed. Самое низшее звено потребитель наркоман. Все девочки, мальчики, которые хранили наркотики за себя. Конечно, надо бороться и преследовать за распространение наркотиков. Но надо брать мафию на более высоких ступенях. А сегодня сажают в основном больного наркомана. И ни одного процесса не было по людям, которые на человеческой беде получают огромные дивиденды. En met de dood van Sint-Petersburg zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Morgen gebeurt het. Dank voor het kijken. Goedenavond.